Hoe denken Arnhemmers over 2013? En wat zijn eigenlijk hun voornemens? Kijk en luister met ons mee. Wat zijn uw voornemens voor 2013? Voor 2013 wil ik het heel graag rustiger aan gaan doen. Bewuster eigenlijk te zijn van iedere dag in plaats van maar hollen van het een naar het ander. En meer genieten van het moment. Ja, eigenlijk niet zoveel meer als dit jaar. Ik hoop dat het voor mij is het een goed jaar geweest. Ik heb wel mijn zware verloren, dat was iets minder. En ja, dan denk ik wel dat het goed is, een goed jaar voor ons. Niet veel minder en niet veel meer, maar hier ben ik wel tevreden mee eigenlijk, zoals het nu is. Nou, vooral meer sporten en meer beweging doen. En dat was het eigenlijk wel. En wat zijn jouw voornemens voor 2013? Ook al zoiets in de richting gezonde leven en zo. Sporten en zo. Ja, voornamelijk een goede gezondheid. Ik heb afgelopen jaar een babytje gekregen, het tweede. En dat is allemaal niet zo verlopen als we zouden willen. Dus mijn gezondheid liet het een beetje afweten. Dus meer goede gezondheid. Dus ik ben nu ook verkouden, dus komt er ook nog eens bij. Maar daar gaan we voor. Nou, ik hoop alleen op één, gezond te blijven natuurlijk. En ja, doorgaan met wat we het afgelopen jaar gedaan hebben. We doen ontzettend veel vrijwilligerswerk voor in de buurt. Boodschappen en kliko's buiten zetten. En ja, daar proberen we daarmee door te gaan. Dus het zijn allemaal bejaarden waar we in de buurt zitten. Dus dat is in ieder geval. Met de kinderen verder gaan en kleinkinderen. Dus wat dat betreft doe ik hetzelfde als vorig jaar, denk ik. Heeft u nog voornemens? Weinig. Nee. Ik wil eigenlijk wel nu stoppen met roken, want ik ben op mijn oude dag nog mee begonnen. Maar ja, ik kan me wel voornemen, maar ik denk, ik heb niet zulke sterke wil dat ik daarmee doorzet. Dus dat was het eigenlijk wel. En wat verwachten jullie van 2013? Duurdere prijzen en gewoon meer crisis, lijkt mij tenminste.